Oké, zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1. Oh, Nartje, ik vind het eng. Ik heb er dus al 2 weken niet opgezeten. 1 bonk met spanning. Puppy gaat er echt heel erg af en hij zit hier echt nog heel erg. Onze eerste crossles samen gehad. Juist! Nou, foutjes horen er ook bij. Niet helemaal zeker of zo'n groepsles echt iets voor ons is. Hallo, het is vandaag... Je praat door maar heen. Hoi. Het is vandaag... Oh, ik ben de dagen kwijt. Het gaat zo druk. Het is zo druk afgelopen dagen. Donderdag? Ja. Het is vandaag donderdag. Ik ben al heel de middag aan het editen. Vanochtend weer een buitenritje met Carmen en Axel aan. Verder niet gefilmd. Bint heeft zijn massage gehad en mijn gezicht is echt... Nou, laten we daar maar gewoon even niet over hebben. Oh, ze staan met z'n allen achterin lekker te slapen. En nu ben ik dus al heel de middag aan het editen, want ik loop zo ontzettend achter met editen. Ik heb zoveel content, heel veel gefilmd de afgelopen dagen, dus... Ik kom er gewoon niet aan toe. Dus ik heb nu net 2 bijna af. En vanavond heb ik les op de vereniging met Narch. Dus ik moet ook nog eventjes eten daarvoor. Maar Sjoerd is ook in deze tijd druk bezig geweest. Want die heeft de nieuwe schuurpaal afgemaakt. En ik zie hem al staan. Ziet er heel weird uit. Weer zo'n nieuw iets op de trek. Horen even negeren, ik zat een beetje vast. Oh, zat je vast? Ja. Maar heb je dan niet even rechtgetrokken voordat je de grote opening deed? Dat moet jij doen. Weet je wat het probleem was? Nou. Oh. Denk ik wel tot hier. Wacht even. Ik wil eerst even de krantopening doen. Oké, zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1. Wauw! Hij is echt heel cool. Heel erg cool. Oh, heel stevig. Ik dacht dat je je eigen hoofd wilde gaan schuren. Doe het! Ja, het is best wel lekker. Of Kees. De paarden wel. Ik weet het ook. Ja, zo. Het ziet er heel intelligent uit, dit. Ja, goed. Knip dit er maar uit. Nee, zeker niet. Maar je zat hier vast dus, want dit is inderdaad erg jammer weer. Ja. Maar goed, dat lopen de paarden zo hij wel weer. Zo. En toen dacht ik steek even zo. En dan rijd ik zo weg. Dus ik draai mijn wielen zo. En ik geef gas en ik ga gewoon recht achteruit aan het wielen. Die schoof gewoon. Toen dacht ik, dan ga ik wel weer naar voren, stuur ik naar rechts. Toen ging ik ook gewoon weer rechtdoor. Dus ik denk dat ik zo 6 keer heen en weer moest. Jeetje. Toen kon ik er net langs. Jeetje. Ja, dat was echt heel heftig. Klinkt intens inderdaad, Meep. Maar echt heel cool. Dus dat zit met betonie vast. In de grond, ja. Ik hoop dat blijft staan. Het is best wel mulzand natuurlijk waar die in staat. Dus. Ja. Ja, dat scheelt wel inderdaad. Nou, we hebben dus uiteindelijk voor deze plek gekozen. Kunnen de paarden hier gewoon lekker omheen lopen. Dan blijft hij hier. Wat zei je? Kan ook zo lekker op liggen. Ja, doe het voor zou ik zeggen. En dan hebben ze hier nog alle ruimte om te liggen, rollen, spelen, weet ik het wat. En op zich is het wel goed eigenlijk, hè, een obstakel in zo'n open vlakte. Want dat vertelde Femke ook. Als ik nog iets zou voor ooit mogen willen veranderen aan de trek, dan is dat 1 ding. Ik heb een heel mooi achtje hier zo lopen. Maar eigenlijk maar op 2 plekken dus dat ze van richting kunnen veranderen. En zeker als ze dan een keer worden opgejaagd door elkaar, dan is er niks wat die bubbel doorbreekt. Dus vaak op andere tracks, die misschien ook wat breder zijn, heb je kleine rotondetjes of bomen of iets anders in het midden. Obstakels, boomstammen die gewoon op de grond liggen heb je ook. En die doorbreken dat dan een beetje. Als dan een paar dagen achter elkaar gaan jagen, dan heb je vaker dat ze kunnen kiezen welke kant ze op willen. In plaats van dat ze één zo'n... Nou, snelweg hebben. Dus dat zou ik nog heel graag misschien ooit willen veranderen. Maar dat is natuurlijk bijna onmogelijk hier. Want je zit met al die vergunningen en gedoe. Maar op zich is dan dit wel heel goed. Ook al staat die natuurlijk een beetje aan de zijkant en hebben we dat expres gedaan. Maar dit is in ieder geval iets dat die bubbel dan doorbreekt. Zodat het jagen dan wellicht gestopt wordt. En we hebben ook over nagedacht. Want ik heb daar achter die boomstammen nog liggen. Een gedikke... En 3 dunnetjes om als crosshindernissen te gebruiken. Maar die ga ik daar niet allemaal laten. Dus dan kan ik 1 of 2 van die boomstammetjes ook weer hier ergens op de trek kwijt. Dat ze dat ook, dat het zeg maar ook meewerkt in zo'n bubbel doorbreken. Maar goed, dat zijn ideeën voor later.
Je weet je niet zo handig gedaan had? Ik? Ja, je had een nice tuintje voor mij gespannen. Ja. Nee, je had die daar gedaan. Ja. Dus toen ging Mar natuurlijk hier zo in om te kijken wat er allemaal gebeurde. Ja. En toen kwam Nasje er achteraan. En die zag een booty om in te bijten. Oh. Die niet weg kon, dus toen stond ze weer te bitchen. Oh, sneu. Dus je moest zeker helemaal ingrijpen en het touwtje verplaatsen. Moest je helemaal ingrijpen? Ik wilde gewoon gaten graven, maar moest ik weer paardenpolitie gaan spelen. Paardenpolitie. Helemaal zin in. Oké, nou dan gaan we hem openen en dan gaan we die slaapkopjes die er achterin staan, gaan we maar halen. Zoals we het even kunnen zien. Ja, zijt het uit. Ja. Schatjes. Oh, erg happy mee. Daar staan de luilakjes met z'n allen te chillen. En Ax zit als enige geen vliegenmasker om. En ja, het is misschien handig om even wel te doen, want het is echt not normal hoeveel vliegen er op jou zitten. Oh mijn god. Echt vreselijk. Gaan jullie mee, dames en heren? Dames, ja, maar ik heb op camera dames en heren. Want hier staat de andere dame. Normaal mee, toch? Nou, jawel. Het is toch leuk als iedereen even kan komen kijken. Ik weet niet of ze er allemaal zin in hebben, maar dat maakt mij niet uit. Ze staan gewoon lekker te chillen hier. Oh. Nou, hij draait zich alleen om. No stress, no stress. Gaan jullie allemaal mee? Gaan jullie mee? Ja, oh, zoveel vliegs. Ja, zoveel vliegs, ja. Dropje. Nou, niet zo eentje, dus we moeten gelijk een heel halster om. Ja hoor, daar gaan we in een stoet. En zien of ze het zelf doorhebben dat er iets bij geplaatst is. Volgens mij wel. En volgens mij willen ze er eigenlijk van weglopen. Goed zo maar. Ga jij er maar als eerste heen. Ja, even oh, Nartje vindt het eng. Die rent ervoor weg. Verrassend, verrassend. Ga maar kijken, Ax. En maar. Oeh, wat is dat? Kom maar kijken. Oh. Komt u maar kijken. Hier kan je lekker je booty aan schuren. Je of je hoofd, of je been, of je buik. Alles kan. Je rug als je atletisch bent. Maar kijken. Dat moet je aan dat ding doen, maar. Ja, precies. Goed zo. Wat is dat dan, hè? Maar op zich, het kan best zijn dat het natuurlijk even duurt voordat ze doorhebben wat ze ermee moeten. Want die... Moet je het even voordoen. Ja, ja, maar jij kan dat zo goed voordoen. Kom. Maar die borstels in de inloopstal hebben ze denk ik ook de eerste half jaar bijna niet aangeraakt. God, al die vliegen. Kijk hier. Kijk, ben je met je hoofd? Ja, jammer. Oh, dat werkt voor niks. Ze hebben hem gezien. What the fuck? Kom, Nartje, kom je ook even kijken? Meneer, ik ben overal bang voor. Goed zo. Ga maar kijken. Ga maar kijken wat het is. Oh, deze vliegen. Nog normaal. Ja, heb je hem gezien? Wat hier. Raak maar aan. Zo lang mogelijk. Ik ben een stap naar voren. Ja. Zitten nog allemaal vreemde geurtjes aan in Arch. Dat is het gewoon. Ja. Nou, een beetje een deceptie dat ze zo reageren. Aan de andere kant had ik niet heel veel anders verwacht. Want zo zijn deze paarden. Ik ga voor jou even vliegenmasker pakken. Want dit is echt terrible. Ze houdt gewoon niet eens meer de ogen open. Dat was het. Ik ga verder met editen binnen. Het is ondertussen avond. We hebben Nartje net geladen, want we gaan dus op naar de les. Hij wilde er, ja. Het is niet alsof hij er niet op wilde. Hij liep er altijd op en dan ging hij er weer vanaf. En dan ging hij er weer op en ging hij er weer vanaf. Hij was een beetje, ik weet niet wat hij had, maar het was ook iets anders. Want er staan daar wat spullen. Normaal zet ik de trailer altijd langs de heg. En heeft hij een beetje aanleuning aan die heg. Maar dat had hij dus nu niet. Ze dus was een beetje error had hij. Dus nou ja, goed, hij staat erop. Dus op naar de les. We zijn aangekomen. Hij heeft zich onderweg gelukkig goed gedragen. Sjoerd is er nu even mee aan het lopen. Zodat ik mijn spullen aan kon trekken. Sjoerd gaat ook voor jullie filmen. Ik ben heel erg benieuwd. Want ik heb er dus al 2 weken niet op gezeten. Dus ik hoop dat ik ga overleven. Mijn moeder is onderweg hier naartoe. Want die blijft de aankomende dagen weer bij ons slapen in de caravan. Alleen ze appte letterlijk toen ze belde, letterlijk 5 minuten nadat wij weg waren van waar zijn jullie? Want ik sta voor de deur en de caravan sleutel ligt bij ons binnen en we hadden natuurlijk het huis op slot gedaan. Dus of ze had even moeten laten weten dat ze er onderweg was of er bijna was. Maar die is nu onderweg nu hierheen om dus de huis sleutel op te halen. Dus ik ga de lens wisselen en dan zie ik jullie straks. Jullie gaan dus weer meekijken met een training. Zoals ik al zei, ik had al 2 weken niet opgezeten.
natuurlijk een heel klein beetje gelongeerd, maar hij had veel vrij gehad en daarna natuurlijk even die dikke benen gehad. Gelukkig is dat helemaal over en dat was ook niks. Dus we konden het trainen weer gaan oppakken. En Narch was echt één bonk met spanning. Je ziet hem ook best wel kort in de hals. En hij deed dus weer op die plek waar hij dan richting de deur gaat, deed hij weer echt een beetje lijp. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Jullie mogen gewoon lekker meekijken met een eerlijke training. Ja, zo gaat dat soms ook met hem. En het is echt puzzelen hoe we hem daar langs krijgen. En soms gaat het supergoed. En dan doet hij weer een gekke sprong. En dan zo krijg ik hem in één keer wel langs. Maar ik moet hem wel best wel stelling binnenhouden. En ik wil graag eigenlijk dat hij wat meer lengte in de hals pakt. En ik wil meer het neusje eruit. Maar ik wil ook graag contact met de mond houden. En het is echt één grote puzzel met dit paard. Ja, hij is heel schrikkend vandaag. Ja, verschrikkelijk. Bokken en stijgen, hij heeft het allemaal gedaan. Wat we ondertussen natuurlijk wel weten is dat die spanning eruit moet. Zowel in de les wil je dat die spanning eruit rijden, maar je wil ook graag dat hij überhaupt gewoon minder spanning in zijn lijf heeft. Ik geef hem sinds een week nu weer dat stresssupplement van de Horsup Company. Wat ik hem begin dit jaar ook heb gegeven. En de dag erna was hij gelijk veel rustiger. En is hij alle tijden gewoon met vier benen aan de grond gebleven. Kijk, hier zie je dan ook dat hij dan weer bij het aanspringen in de galop zich opbolt en weer wat bokjes geeft. En weet je, in het begin zette ik hem hiermee echt op de rem. Want dat vond ik ook heel spannend. Nu denk ik gewoon ook, ik moet hem gewoon door blijven rijden. En door het galopperen vermindert wel die spanning. Dan kan hij dat af laten vloeien. Alleen wat er dus nu gebeurt hier, is dat ik hem tekort hou aan de voorkant. Omdat het voor mij heel erg voelt, zeker als hij die spanning in zijn lichaam heeft, dat hij heel ongecontroleerd hard gaat. Terwijl als ik dan de beelden terugkijk, dan is dat helemaal niet zo. En mijn instructrice zei hier ook van, je moet hem even wat meer ruimte aan de voorkant geven, zodat hij wat weer naar voren kan. Want hij gaat een beetje zo, ja, omhoog galopperen in plaats van dat hij naar voren gaat galopperen. Dus ik probeer hem alweer iets meer naar voren te laten galopperen. Maar dan zie je dus ook hier dat de aanleuning nog een beetje, ja, het gaat de hele tijd van boven naar beneden, van boven naar beneden. Het is gewoon heel erg puzzel. Zijn galop is echt al best wel verbeterd, want eerst gingen we alleen maar keihard schuin door de bocht heen. Nou, nu zit er nog een soort van buiging in zijn lichaam. Maar ja, hier zie je gewoon weer dat hij dan naar die deur kijkt en gewoon met zoveel andere dingen bezig. En kijk, hier zit dan bijvoorbeeld weer best een prima stukje tussen. Dus galop vindt hij gewoon heel erg zwaar. Dus en een beetje op een normaal tempo galopperen. Een beetje met buiging. Zijn hals, een beetje de fijne ontspannen nagevelijkheid. Dat is allemaal nog te veel gevraagd. Dus je moet eigenlijk een beetje gaan kiezen dan. Van oké, ik wil eerst voor tempo gaan. Of ik wil eerst voor dit gaan. Of ik wil een beetje daarvoor gaan. En dan zie je hier gelijk wel na de galop dat hij alweer veel, met veel meer ruimte in de passen en ook wel iets meer lengte in de hals, het is nog steeds niet waar je het graag wil hebben, kan gaan draven. En voor mij dan de taak om ook wat beter op mijn houding te letten, van dat ik niet te veel naar voren ga zitten en et cetera. Nou, linksom galoppen is natuurlijk wat moeilijker. Dan vindt hij veel moeilijker om te buigen. Dus ook hier waren we iets meer bezig met een wat voorwaartse galopperen. En dan proberen in de volte toch, kijk, en dan krijg je toch soms even 1, 2, misschien 3 pasjes. Volgens mij hier ergens. Kijk, nee, dat is hier misschien het volgende rondje. Dat het toch ietsjes beter gaat. En je moet gewoon heel erg blij zijn met de hele kleine stapjes vooruit. En ja, ik vind het gewoon heel moeilijk. Het is gewoon, hè, ik heb al gezegd, ik moet hem niet meer met Marley vergelijken. Dat doe ik ook zeker niet. Maar het feit dat ik met Marley Zet heb gereden, betekent echt geen zak met hoe ik op Narch nu aan het rijden ben. Omdat hij gewoon heel anders gereden moet worden. En kijk, hier zaten dan weer, hier zo bijvoorbeeld weer iets betere, nou, hier wordt het weer wat onrustig, pasjes tussen. Ze moeten gewoon heel veel galopperen en hem gewoon sterker maken. En ik denk dat jullie ook wel zien, als jullie de eerste paar lessen nog weten, dat de linkergalop helemaal nergens op sloeg. En nu gaat het wel gewoon echt een heel stuk beter. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. En na de galopjes zie je gelukkig dat er wat meer rust in het lijf komt. De aanleuning wordt iets rustiger, als in zijn hoofd-halshouding wordt ietsjes met meer lengte erin. De passen worden wat beter, gaat wat meer zakken. Hij let wat minder op zijn omgeving. Dus ja, galopperen is wel eventjes nodig voor hem. Jij er ook weer, hè? Zeg. Ga je weer alle dieren terroriseren bij ons? Ja, dat kan jij, hè? Dat kan jij.
En op het einde kan hij altijd heel erg fijn zijn hals strekken. En heb ik hem nog lekker op die manier uitgedraafd. Hopelijk kunnen we ooit zo beginnen. We zijn weer klaar. Sjoerd is even mest aan het opruimen van Narch. Ik ben even aan het uitstappen. Ja, wat zullen we er wel zeggen? Weet je, hij doet dingen die niet horen. Maar hij heeft ook net 2 weken stilgestaan. En ik moet hier gewoon mee leren omgaan. En de enige manier om hiermee om te gaan is gewoon een beetje weglachen. En weer naar voren rijden. Wat een inval instructrice. Ik heb een keer met haar gejureerd. Vond toen ook een hele fijne vrouw voor de jury. Dus ik had eigenlijk wel vertrouwen erin dat ze dan ook fijn les zou geven. En dat vond ik ook, vond dat ze hele fijne tips gaf. En ik ben wat meer voorwaarts aan het rijden, voorwaarts aan het oplossen. Wat eigenlijk heel vaak natuurlijk juist gezegd wordt dat je dat moet doen. Maar omdat hij heel snel loperig wordt, heb ik ook een lange tijd wel even teruggereden hoor. En ik zal niet zeggen dat slecht was of zo. Dat voelde op dat moment eventjes goed. En ik denk dat het ook goed was om toen even te doen. Maar nu wordt het tijd om weer even het voorwaartse te doen. En ik merk dat vooral in de galop, want hij wordt al wel fijner in de galop. Hij wordt er ook wel sterker in. Maar vervolgens ga ik hem te veel al in het frame, om het even zo te noemen, rijden. Waardoor hij heel erg gaat stuiteren. Ik weet niet of het op camera staat. En dan moet ik hem juist heel erg vooruit gaan rijden. En dan gaat hij wel een beetje hard. Maar dan gaat hij wel beter door zijn lichaam heen. En fijnere aanleuning, fijnere hals. Dus dan klopt dat wel. En dan moet op een gegeven moment hij sterker worden. Zodat het dan ook in een iets gecontroleerder tempo gaat. Maar goed, dat weten we ondertussen natuurlijk wel. Hè? Voor de rest vond ik dat hij het daarna eigenlijk heel fijn deed. Lastig is wel dat hij had weer 1 plekje waar hij dan een beetje schrikachtig deed. Wat natuurlijk weer nergens voor nodig was. Maar goed, dat weten we ondertussen ook dat hij dat doet. Het enige wat ik jammer vind is dat zijn reactie steeds wel erger wordt. Hij ging niet zo hard meer opzij, want dat doet hij ook wel eens, hè, dat hij in 1 keer opzij schiet. Maar hij ging nu de eerste keer al gelijk best wel omhoog. Vaak doet hij een soort van klein hupsje. Maar nu was het echt wel een klein stijgertje. En die stond volgens mij niet op beeld zijn shirt. En die tweede deed hij een klein stijgertje en een klein bokje erachteraan. En toen schoot hij eventjes weg en toen bleef het op zich daar ook wel bij hoor. Maar toen dacht ik wel van, je reacties worden wel steeds extremer. Dus ik hoop niet dat nog extremer gaat worden. Dat hij, als hij dan nu een keer iets heeft waar hij niet heen wil of zo, dat hij gelijk recht overeind staat of gelijk echt een zieke bok geeft. En de instructrice zei ook, eigenlijk als hij dat doet moet je hem echt eigenlijk een keer even straffen en hem een keer echt naar voren trappen. Nou, trappen dat noemden ze niet zo. Maar omdat hij natuurlijk ook moet weten dat hij dat niet mag doen en je moet het voorwaarts oplossen. Maar ik denk ook, en dat heb ik ook tegen haar gezegd, dat ik dat een beetje spannend vind. Want stel hij gaat met 40 km per uur door de bak heen en dan stijgeren of een beetje springen, sprongen en bokken. Dan zit ik het allemaal wel iets minder makkelijk uit waarschijnlijk dan als het zeg maar nog half uit stilstand gebeurt. Dus dat is gewoon iets waar we even naartoe moeten werken en even moeten aanvoelen wat goed is. En dat is natuurlijk een beetje hetzelfde met een buitenrit. Hè. In buitenrit in het begin ging hij ook rodeo doen als we aangaloppeerden. En uiteindelijk hielp het juist om natuurlijk hem voorop te laten en hem lekker juist te laten galopperen. Dus wellicht is dat natuurlijk straks ook in de bak zo. Nou, wij gaan hem lekker inladen en weer op naar huis. Hè? Knap ding ben je wel zo, hè? Ja, oh, ja, paarden, oké, ja. Ik kom eventjes tussendoor, want ik heb iets heel erg leuk weer binnengekregen. En ik heb afgelopen weken zo vaak de vraag gekregen, Fien, wanneer is jouw kortingscode van Fotocadeau weer geldig? Nou, vanaf dat jullie deze video kijken, is die weer geldig. Ik mocht namelijk weer wat leuks uitkiezen en ik ben voor de hexagons gegaan. Leek mij misschien leuk om een beetje een verzameling te maken van allerlei leuke foto's en die dan in de zadelkamer op te hangen. Dus ik heb een verzameling gemaakt van wat foto's. Deze is al wat ouder. Dit is eentje van Marley en Nacho samen in de binnenbak toen ze heel even bij Mireille stonden. Toen ze hier buiten bezig waren. Achteraf gezien is dit niet echt de beste foto van ze. Maar het is ook alweer heel grappig om te zien hoe puppy Nacho hier nog was. Want ik vind het dus heel erg meevallen hoe puppy Nacho op het moment is. Het puppy gaat er echt heel erg af. En hij zit hier echt nog heel erg. Alleen, ik had op dit moment, toen ik het bestelde, had ik nog niet heel veel foto's van hun samen. Zoals bijvoorbeeld die op de hei. Die had ik toen nog niet, anders had ik die ook wel besteld. Ik heb deze besteld, van tijdens het crossen. Dan deze, leuk, van op vakantie. En ik heb natuurlijk niet alleen maar Nacho dingen besteld. Ik heb ook deze hele leuke foto van Mar en zus samen. En van deze oortjes van Mar met de heide op de achtergrond.
En deze van de kip. Daar vind ik een hele mooie foto. Die heeft heb ik die zelf gemaakt of heeft Noek die gemaakt? Ik weet het niet meer. Deze had Noek wel gemaakt volgens mij. Dit is Woezel. Alleen het was een heel mooi plaatje. Zo met die bloemen erachter. En dan zo met het huis erachter. Maar hij was eigenlijk, als je hem iets groter maakt, was hij net iets mooier. Maar je moest hem natuurlijk een beetje kroppen. Dan deze foto van het springen met Nudge. Deze foto van mijn zus en mij met Marley met de menwagen. En deze ook weer van het springen met Nacho. Deze van Nacho en Mar bij de hooibak. Maar een hele mooie foto vind ik dat ook zo met die bloemetjes erbij. En als laatste heb ik deze op vakantie ook vanuit de hot tub met Nacho en met Freek op de achtergrond. Het zijn nogal veel Nacho foto's. Ik heb geprobeerd ook wel veel Mar, maar ik heb niet zo heel veel foto's van Mar. Recente foto's op het moment. Dus mocht ik dit nog een keer bestellen, dan zal ik wat meer foto's van Marley bij bestellen. Maar ik ga deze denk ik even een mooi plekje in de zadelkamer geven. Ik krijg er dus deze stickertjes bij. Ik hoop dat ze gaan blijven plakken op het hout trouwens. Om ze dus daarmee op te plakken. En deze krijg ik erbij, zodat je ze op de goede afstand van elkaar kan gaan hangen. Ik sta in de zadelkamer en ik dacht dus dat het leuk was om hem misschien op deze deur aan de binnenkant dus te plakken. Ook een beetje in gedachten dat ik met dit product het liefst ook een foto met de paarden erbij maak. Dus ik dacht, als ik hem nou op die deur plak, dan kan ik misschien Marley of zo zijn hoofd naar buiten laten steken. Eigenlijk naar binnen dus. En dan dus een leuke foto maken voor op Instagram. Dus ik ga ze even ophangen. Nou, ze hangen hoor. Ik ben best wel blij met het resultaat eigenlijk. Ik vind hem best wel goed gelukt. Ik heb geprobeerd een beetje een verdeling te maken over wie waar. Dat er niet een hele hoek met Marley is, een hele hoek met Nacho, maar dat het toch een beetje verdeeld is. Ik moet zeggen, ik begon gewoon random met die en ben toen gewoon zelf gaan werken. Ik heb het niet van tevoren uitgelegd. Mocht je dat zelf wel handig vinden, kan je dat natuurlijk altijd doen. Het kwam hier net wel uit. Je ziet dat deze randje net iets dunner is dan de randjes hier. Maar weet je, op het oog zie je het niet. En anders moest ik naar boven werken. En ik red het nu net niet om het hier zo nog te doen. Dus als ik er nu meer krijg, moet ik in een rechte lijn naar boven. Eigenlijk had ik het hele geheel... Zou op zich wel kunnen, want het zijn gewoon plakkertjes. Dus het zou gewoon kunnen. Het hele geheel ietsjes opschuiven, zodat ik er nog een hele rij naast kan doen. Maar goed, ik heb die... ik heb daarboven nog, ik heb daaronder nog, ik heb die deuren nog. Dus we kunnen een hele verzameling maken van allemaal mooie momenten. En uiteraard heb ik een kortingscode voor jullie. Deze is tot 1 september geldig. Met code FLIENHOI55 krijg je dus 55% korting. Misschien denk je, vorige keer kregen we FLIENHOI70, dus hoezo nu minder korting? Maar ze hebben dus de prijzen op de website verlaagd. Dus als het goed is, aan het einde van de rekening betaal je nog steeds hetzelfde. Maar dus met de code FLIENHOI55 krijg je 55% korting tot 1 september. Dit katje heeft me lekker heel de tijd gezelschap gehouden, hè? Lekker tussen de dekens liggen nog steeds op de menwagen. Zo fijn, hè? Zo fijn. Ik heb hier nog wat rommeltjes liggen. Dit is dus de overblijfselen van die plakkertjes. En dit dingetje. Ja, die kan je op zich weggooien. Want de volgende keer, als je weer zoiets zou bestellen, dan krijg je hem toch wel weer erbij. Hey, hallo. Oh, nee, jij mag niet. Jij mag niet. Oh, jongens, pas op. Oh, jij mag niet, Ax. Nee, deze gaat voor jouw neus dicht. Jullie mogen straks misschien nog wel eventjes een kwartiertje. Hè? Ja. Ik heb Nartje en zus heel even in de bak gezet. Kunnen zij de graskantjes weer lekker opeten. Ze mogen binnenkort ook op het achterste weilandje. Dan moet ik dat even daar afzetten, zodat ze daar niet bij kunnen komen. Maar zus en Mar, die mogen best wel even lekker gras eten. Die twee moeten daar natuurlijk een beetje mee oppassen. Dus dat wil ik wat rustiger opbouwen. Zover er opgebouwd hoeft te worden, want er valt niet per se heel veel op te bouwen of zo. Maar dan laat ik hun eerst even een half uurtje en dan mogen zij nog een kwartiertje erbij. En dan is het wel redelijk safe. Gisteren hebben Nacho en ik onze eerste crossles samen gehad. Ik heb hem tot nu toe 3 keer meegenomen naar crossterrein. Allemaal snorrenwind was dat. 1 keer toen ik met Marley ging, met Nacho dus aan de hand mee aan die longeerlijn toen. Met YouTube weekje ben ik een keer geweest, maar toen heb ik alleen gedressuurd tussenin en door en wel een opsprong gedaan en door de waterbak heen. En natuurlijk een paar weken geleden ben ik met hem in mijn eentje naar het crossterrein geweest en daar een paar hindernissen gesprongen en dat eigenlijk best wel heel erg goed ging. Toen kreeg ik dus een oproepje doorgestuurd dat er dus een
instructrice samen met Anna. Crossles dit organiseren en dan kreeg je dus meteen foto's en ook video's om eventueel reels dus te kunnen maken. Dus ik dacht, oh, dat is heel erg leuk, want meestal dan moet ik op zijn minst een groom hebben om mij gewoon te helpen met Nacho. En het zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn als je dan foto's en filmpjes hebt, maar daar hoef ik dan niet per se iemand voor te regelen. Tenminste, wel filmpjes voor in de vlog natuurlijk. Dus ik dacht, nou leuk. We waren op het terrein van Horses and You in Heten. Het terrein waar ik nog nooit ben geweest, maar ik zie er altijd veel van voorbij komen. Het zag er ook altijd hartstikke leuk uit. De paarden zijn verplaatst, dus ik verplaats ook maar. Dus daar zijn wij gisteren heen geweest. Ik samen met Sjoerd en met Nacho dus. En ik was best wel heel erg zenuwachtig van tevoren, want ik ben bij Nacho niet heel erg bang dat hij hoe hij op de hindernissen reageert. Want dat zien we met de springlessen al. Dat zagen we al hoe hij laatst bij Snorrewind was. Hij kijkt eigenlijk niet echt naar de hindernissen, maar natuurlijk alles eromheen. Nou, nu weet ik met alles eromheen ook al tegenwoordig wat beter hoe ik ermee om moet gaan. Maar wat ik nog nooit met hem had gedaan, is in een groepsles rijden. En dan bedoel ik niet zoiets als met dressuur. Want in dressuur op de verenigingslessen hebben we natuurlijk ook gewoon een groep. Maar met springen of dus met crossen. We hebben nog nooit gehad dat paarden om hem heen ook aan het springen zijn en kunnen weigeren, kunnen wegschieten. Nou oké, wegschieten gebeurt met dressuur ook wel eens. Maar dat kan een paard natuurlijk ook heel eng vinden, hè? Dat er paarden naast hem of om hem heen aan het springen zijn. Dus dat had ik nog nooit gedaan. En ieder rijdt natuurlijk wel een beetje voor zich, want het zijn ook voornamelijk mensen die ik natuurlijk niet ken. Dus je kan ook wat minder makkelijk vragen van, joh, wil je een beetje bij mij in de buurt blijven? Of wil je een beetje opletten dit en dit? Dus kan natuurlijk wel, maar ik voel me dan ook alweer een beetje bezwaard. En nu reed Maaike ook wel mee met haar jonge paard. Alleen die vond het nog spannender dan Nacho vond. Dus daar had ik ook in dat opzicht niet zo heel veel aan. Ook niet zo erg natuurlijk. Maar ik was dus toch wel een beetje zenuwachtig van hoe die het daar ging doen. Eigenlijk gewoon een beetje alles bij elkaar. Voor het eerst op het terrein waar ik zelf ook nog nooit ben geweest. In een groep. En hoe zou die gaan reageren? Nu geef ik hem dus sinds een tijdje weer een stresssupplement. Meteen nadat ik het ben gaan geven, reageert hij al veel beter overal op. En als in op een positieve manier. Dus hij reageert niet meer op al het negatieve. Natuurlijk nog wel een beetje blijft Nacho. Maar niet zo erg meer zoals het eerst was. En daarbij kwam ook dat we een beetje aan de late kant waren. Eigenlijk waren we niet te laat voor de les. Maar omdat ik heel graag eerst vanaf de grond met Nacho daar wil lopen. Zodat hij eerst vanaf de grond kan ontspannen voordat ik erop ga. En dan ook nog eventjes gewoon rustig wil doen voordat ik echt ga trainen. Of echt voor de les kom. Dacht ik, dan wil ik er eigenlijk al wel eventjes van tevoren op zitten. En om dat ook nog te doen, was ik een beetje aan de late kant. Maar uiteindelijk viel het allemaal wel heel erg mee. Ik heb er wel eventjes langs gelopen. En ook even met Sjoerd veel ernaast gelopen. En op een gegeven moment, toen liet hij mooi los en toen konden we wel gaan rijden. Dus ik heb verder niet gevlogd. Ik heb alleen beelden van de les zelf. Dus die zal ik even met een voice-over met jullie doorgaan. Want Sjoerd heeft wel alles voor jullie gefilmd. Maar verder niet gevlogd, dat kan maar gewoon echt niet aan toe. Als ik met Nurture op pad ben met dit soort dingen, heb ik zo ontzettend mijn handen vol daaraan. En Sjoerd ook. Dat je eigenlijk nog een derde of vierde persoon bij je moet hebben die dan even met de vlogcamera voor je neus staat. Want ik heb echt mijn handen vol aan. En dan kom ik echt niet aan het vloggen toe. Ja, ja. Wie had dat verwacht. Nog geen jaar nadat ik er heel hard vanaf was gevallen en echt het volledige vertrouwen was verloren, rijden we dan onze eerste echt crossles. Ik ben echt zo trots op ons samen dat we dit eigenlijk zo voor het eerst in augustus gewoon doen. Jullie gaan lekker meekijken met onze eerste crossles dus. Volledig niet gefilterd, dus jullie krijgen alles te zien. En dat zijn voornamelijk allemaal gekke sprongen, want het is onze eerste crossles. Het is voor de eerste keer, zoals ik zei, in een groep, et cetera, vreemd terrein, op gras. Hij heeft nog nooit in zijn leven op gras gesprongen. Dus jullie mogen lekker meekijken met alles wat goed en met wat fout gaat. Dus eerst even lekker rondrijden. Ik heb er echt heel lang naast gestapt en daarna erop gestapt met Sjoerd naast me. En ik moet echt wachten tot hij zijn hals een beetje zelf laat zakken. En vooral dat hij gaat uitademen. En dan pas kan ik gaan aandraven. En dan zie je wel dat die draf een beetje spannend is. Maar weet je, het blijft controleerbaar. En hier dacht ik, nou, hij voelt fijn aan. Dus ik ga galopperen. En dan zie je heel goed hier het verschil. Versus een week geleden tijdens die dressuurles op de vereniging. Hier zo had ik hem in de draf eigenlijk al zoals ik hem wilde hebben. Waardoor als ik hem in galop aanspring en hem ietsjes naar voren blijf rijden, dat hij dan niet gaat bokken. En weet je, dat zie je dus dat het werkt voor hem. Nou, hier dus de eerste keer op een hindernisje af. Ik moet zeggen, hij was niet heel erg met het hindernis zelf bezig, maar vooral de mensen die erachter zaten. Het ziet er dan niet helemaal lekker uit hoe ik hem ervoor stilzet. Maar hij moet nu nog in deze aanleerfase leren dat hij er
voor blijft staan en niet dat hij mag wegdraaien. Nou, heel, heel, heel blij met dat hij dan gewoon in stap eroverheen gaat en dan niet een of andere gekke noodsprong maakt, zoals hij ook wel eens bij onze eerste springlessen deed. En daarna eigenlijk vrij rustig eroverheen springt. Je ziet wel dat hij best wel naar rechts springt, vooral dus eigenlijk voor de mensen die dan links zitten. En hier gaan we voor het eerst vanuit galop gaan we het proberen. En weet je, zijn galop is nog niet goed genoeg dat ik echt zelf kan vergroten of verkleinen. Maar toch lost hij er dat heel netjes zelf op. Nou, hier zie je dus zo'n mooie noodsprong. En daarna dat hij het een beetje... Ja, ik raak het ook een beetje uit balans. Dus hij doet zelf ook een beetje raar. Hier gaat het al iets beter. Maar officieel gezien moest ik eigenlijk linksaf. Maar de rest van de paarden was rechts. En hij wilde niet naar links. Dus daarom gaat het hier allemaal een beetje... onhandig allemaal. Nou, op naar die volgende hindernis. En dan zie je toch wel, als het dan lukt, dan kan ik ook mijn hand mooi weggeven. En dan wordt hij dus een beetje jolig daarna. Dus ik moet daar nog even aan werken. Oké, hoe gaan we dat doen? Moet ik hem meer doorrijden? Dus echt meer ook na de hindernis een opdracht geven van oké, we gaan doordraven of galopperen en we gaan die kant op. Want nu ben ik zo gefocust op überhaupt over de hindernis heen komen, dat ik daarna stop met rijden. En dan nou, gebeuren allemaal dat soort dingen. Nou, hier voor het eerst in zijn leven een heggetje springen. Dus dat was ook een beetje een rare sprong eroverheen. Maar super braaf dat hij het doet. En dat vind ik wel heel erg fijn aan Nars. Kijk, wordt hij weer een beetje jolig. Vind ik heel fijn aan hem. Is dat hij heel veel vertrouwen rondom de sprong geeft. Dat is natuurlijk ook iets wat we hebben moeten ontdekken. Want als hij dus een hindernis eng vindt, dan stop je daar al meters van tevoren. En dat is hier eigenlijk hetzelfde, dat stond niet op beeld. Want hier begon hij al meters van tevoren, stond hij stil. Ja, daarna kon ik dus gewoon in stap eroverheen gaan. En dan deze erachteraan. Hij kijkt niet naar de hindernissen. Want bij die ene die jullie net zagen, daar zat dus bijvoorbeeld ook een blauw zeiltje onder. Nou, hier zo schrok hij heel erg, want er kwamen in één keer allemaal honden naar het hek gerend. Dus weet je... dat hoort er allemaal een beetje bij. En ik ben ook wel blij. En dan schiet hij een keer weg. Maar dan kan ik hem daarna toch wel weer die kant. Moet ik heel even boos worden van nou kom op voorwaarts blijven. En dan snel weg geweest. Gewoon hup naar voren. En weer van mij weet je wel. Dus dan doet hij het toch wel. Dus daar ben ik dan op zich wel trots op. Dus dat vind ik heel grappig. Dat hij totaal niet echt naar de hindernissen kijkt. Niet naar de vorm, niet naar de kleur, niet naar de diepte. En dat is een heel erg verschil met Marley. Marley die moest echt elke hindernis eerst van voor, van boven, van achter bekijken. Voordat hij dacht, nou daar ga ik een keer overheen. En dat is natuurlijk heel belangrijk in de crosstax. Want ze komen gewoon onbekende hindernissen tegen. Bij Nars gaat het er nog heel erg om, wat is er om de hindernis? Dus de mensen die er staan. Honden die in één keer voorbij vliegen, weet je wel. En nou, daar kan hij dus best een beetje zo jolig van worden. Nou, voor het eerst in ons leven een opsprong. De bedoeling is dat we rechtuit gingen, maar al die paarden wijken dan naar links, omdat je dus links er weer van afgaat. Nou, nog een keertje. Zie je weer dat hij naar links wijkt en ik hem weer rechtdoor stuurt. Nou, foutjes horen er ook bij. Daar leren ze alleen maar van. Dus helaas alleen had hij een gat in de opsprong gemaakt. Maar dit is heel erg belangrijk om te zien. Hij heeft ervan geleerd. En kijk hoe mooi hij nu de opsprong neemt en hoe goed hij daarna ook rechtuit gaat. En dan weet je dat hij ervan geleerd heeft dat hij hem dus daarna gelijk goed pakt. Nou, met wat hulp de waterbak in, want hoewel die er rustig in afloopt, lag er toch een klein balkje voor, dus dat vond hij wat spannend. Dus even met wat hulp de waterbak in. En kijk, je ziet hier ook goed toch een balkje liggen. Daar had ik even mijn hand wat lager moeten houden, maar zo even een beetje heen en weer lopen door die waterbak heen. En nou, dat gaat dan soms nog een beetje op die manier. Maar weet je, hij moet gewoon lekker vertrouwen erin krijgen. Waterbakken gaan steeds beter. Plassen water op buitenrit vindt hij doodeng. Maar zolang hij maar door een waterbak heen gaat, is het goed. En hij probeert het echt. En daar ben ik heel blij mee dat hij niet vol in de staak gaat, maar echt zijn best doet. Dus ik denk met een hoop training dat hij echt wel een heel fijn crosspaard kan worden. Ook na de les heb ik dus niet meer gevlogd. Ik ben heel erg tevreden over hoe Nacho het gedaan heeft. Ik denk dat we allebei veel geleerd hebben. Ik weet niet helemaal zeker of zo'n groepsles echt iets voor ons is. Omdat hij te veel met andere dingen dan bezig is. En ik moet ook zeggen, het is denk ik ook heel moeilijk in een groepsles met 5 verschillende mensen op 5 verschillende niveaus. Het is allemaal beginnerniveau, maar binnen beginnerniveau heb je natuurlijk ook nog verschillende gradaties. Om dan echt die aandacht te krijgen, want... het was nu de hele tijd van oké, je ging een hindernis springen en die sprong je dan 3 keer totdat het eigenlijk goed ging. En dan ging je weer door naar de volgende hindernis. Ik zou wel graag wat meer op de techniek willen focussen, op ontspanning, op de aanrijleiden. Eigenlijk het complete plaatje eromheen. Natuurlijk is voor Nacho ook belangrijk dat hij veel verschillende hindernissen springt, dat hij veel kilometers maakt. Maar ik vind het ook belangrijk dat het
om de hindernis heen of op de hindernis ook allemaal gaat zoals je het graag zou willen. Want daar leert je uiteindelijk natuurlijk ook het meeste van. Dus dat miste ik een beetje in zo'n groepsles, maar dat is misschien ook natuurlijk wel logischer. Dan moet je daar privéles voor hebben of gewoon in een kleiner groepje. Dus dat is handig om nu te weten. Dus ik ga volgende week, zaterdag, ga ik weer met Natje naar Snorrewind toe. Ook gewoon weer op eigen initiatief. En vanaf daarna gaan we denk ik gewoon af en toe eens een crosslesje bij Hanneke of bij iemand anders nemen. En wie weet gaan we er ooit echt een crosspaard van maken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!